Deze torenflat staat er nog niet zo heel lang, maar er wordt nu al de vuurtoren van Leiderdorp genoemd. Want nu de dagen korter worden, klagen steeds meer omwonenden over de felle verlichting op de galerijen. Die schijnt namelijk behoorlijk de huizen in. Op de schaal van wereldproblemen is het natuurlijk een klein probleem. Maar het zou fijner zijn als er gewoon iets minder felle lampen in zouden zitten. De ChristenUnie SGP in de Leiderdorpse gemeenteraad ontving al de nodige klachten uit de wijk. Lichtvervuiling hebben we het dan eigenlijk over, hè? Klopt, gemeenten worden binnenkort voor de omgevingswet verantwoordelijk en dan is lichtvervuiling ook iets wat de gemeente aan kan pakken. Wat zou u nu graag willen hier? Nou, ik heb raadsvragen gesteld en ik heb aan het college gevraagd, ga met de eigenaar in gesprek om te kijken hoe het minder kan. Het liefst zou ik zien dat ze iets minder felle ledlampen erin zouden plaatsen. Zodat iets meer, je kan het ook goed zien, de lampen van de balustrade iets meer in verhouding komen met de uitstraling van de overige ramen. En dan is wat u betreft opgelost? Dat is wat mij betreft klaar.